Het bekende koppel John de Bever en Kees Stevens kondigt met enthousiasme aan dat hun reality show een vierde seizoen krijgt. Vanaf 31 augustus zal het nieuwe seizoen te zien zijn op RTL 5, zo hebben ze aan deze site onthuld. De eerste opnames zijn inmiddels afgerond. John de Bever bevestigt, ja, het klopt. We hebben de afgelopen weken weer cameramensen over de vloer gehad. Ik vind het allemaal prima. We doen eigenlijk niets bijzonders en het gaat nergens specifiek over, maar blijkbaar trekt het de aandacht en kijken mensen. De Bevers, die in 2022 genomineerd waren voor de Gouden Televisiering met hun reality soap, zijn momenteel erg populair. De twee concerten op 30 september en 1 oktober in Ahoy zijn bijna uitverkocht. Tijdens deze concerten zal John de Bever duetten zingen met verschillende bekende artiesten. Een opvallende gast is BBB-politica Caroline van der Plas, met wie hij zal optreden. Andere gastartiesten zijn onder andere Marlane, bekend van The Voice, Bonnie St. Clair, Lee Towers en Wilfred Gené. Op 5 oktober wordt de laatste aflevering van het vierde seizoen van de reality soap De Bevers uitgezonden. Die avond zal er ook een compilatie te zien zijn van de twee shows in Ahoy. 3 maanden later zullen de Bevers het theater ingaan. Dat is de kers op de taart. Het is echt bijzonder om onze fans nu ook in onze huiskamer te mogen ontvangen, aldus de Bever. De theatervoorstelling draait om muziek, maar fans kunnen ook vragen stellen en verzoekjes indienen.